We hebben gevolleybald hier op het strand, beachvolleybal. Het waaide heel erg hard, dus we hebben enorm kunnen lachen om de bal die alle kanten omging, behalve de juiste. Ik denk dat dat wel het meest hilarische deel was en ook het leukste. Wat altijd belangrijk is om mensen mee te geven, is dat de omstandigheden zijn echt mega belangrijk. Dus je moet goed kijken, hoe staat de zon, hoe staat de wind. En je zag ook gedurende de clinic en het toernooitje dat mensen steeds meer gingen oppikken wat we ze vertelden. Dus het was ook wel een leergierige groep en er stond echt best een stevige wind. Maar iedereen bleef lachen, bleef gaan. Dus dat vond ik echt superleuk om te zien. De sfeer was eigenlijk heel competitief, maar tegelijkertijd was er ook gewoon heel veel openheid. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen was om dichter bij elkaar te komen, die verbinding op te zoeken en leuke tijd samen te hebben.